Ja, daar zijn we weer. Welkom bij een gloednieuwe plafonddienst, de Hardstyle Podcast. En of je nou luistert via Spotify of via YouTube, de komende 30 minuten kun je lekker ouwe hoer verwachten over muziek, festivals en nieuwtjes met spraakmakende gasten. Ik ben Wouter van Hardnieuws en hier op de bank zitten Martien, general manager bij Hardstyle.com, en Marijn, ook achter de knoppen bekend als Flux Overload. Na een hele reeks van gasten met microfoons hebben we vandaag weer een DJ/producer te pakken. Eentje die wel gigantische stappen maakt. Een koning van de klaplong met behoorlijke echo's en dopamine. Nou, snap je hem? Ja, ja, lekker, lekker. Laat je horen voor Adjust. Hey! Dank je wel. Leuk dat ik er mag zijn, jongens. Ja, top. Welkom, Michael. We zijn heel blij dat je er vandaag bij bent om plafonddienst te komen draaien. Marijn, ben je ook weer helemaal fris en fruitig om er tegenaan te gaan? Ja, ik heb zin in het indoorseizoen, dus kom maar door. Martien, heb jij speciaal voor onze gast van vandaag, heb je nog een beetje je klaplong skills bijgewerkt? Nee, of, maat, ik heb niet geoefend, sorry. Nou, wellicht kunnen we dat vandaag nog even doen. Ik zou jou wel een keer willen zien klaplong eigenlijk, Martien. Ja? Dat lijkt me echt fucking grappig. Nee, ja, ik heb het echt heel rustig gehad dit weekend, dus... Nou, dan hebben we. Ik ben in ieder geval wel opgeladen voor vandaag. Dan vegen we straks even de tafel leeg en heb je straks een podiumpje om je klaplong skills even te tonen. Let's fucking go. Ik vind het een goed idee, jongens. Hey, Adjust, begin dit jaar werd je bestempeld als een van de meest veelbelovende acts van 2023. Ja. Vorig jaar ook 3 nominaties voor de Hardstyle Awards in de pocket. En als ik zo de afgelopen zomer bekijk en hoor, dan lijkt dit alleen nog maar meer omhoog te gaan. Alle grote evenementen staan achter je naam. Collabs met Warface, met Harddriver, Intense Mainstage. Ja. En ook nog een sold-out Dreamscape. Komen we later ook nog even op terug. Maar ja, yes. Hoe ervaar jij dit allemaal op dit moment? Ja, luister, je hebt natuurlijk vanaf kinds af aan al een droom. En ik luister al mijn hele leven naar dit muziek. En ik ben ook redelijk muzikaal opgevoed. En voor mij waren deze festivals en feesten natuurlijk altijd al iets wat ik later wilde gaan doen. En sinds ik dan uiteindelijk producer en DJ ben geworden... Heb je die droom om op dat soort plekken te staan, met dat soort artiesten te mogen samenwerken? En ja, hoe beleef ik het? Ja, niet. Het is gewoon echt. Ik leef nog steeds op Cloud9. Het gaat ook niet veranderen, denk ik. Ik zal het ook nooit beseffen tot hoe goed en hoe groot het allemaal gaat. Maar ja, intens meesteeds. Wie kan het nou allemaal zeggen, weet je wel? Dat is voor mij natuurlijk een droom altijd. En jongens als Harddriver keek ik altijd naar op. Jongens als Warface. En hoe voelt het dan om met hun in de studio te zitten? Is dat zo'n onwerkelijke droom? Ja, het is, kijk, ik ben natuurlijk nu zelf nu ook producer en al dat soort dingen. Dus je weet ook een beetje hoe dat in de studio gaat. Maar je zit toch voor je eigen doen met een god, zeg maar. Met iemand waar je jarenlang natuurlijk naar opkijkt. En je moet maar even proberen geen fanboy te zijn of zo, weet je wel. En gelukkig gaan we dat dan nog wel goed af. Maar ja, ongekend. En dan kom je ook in zijn studio aan. Ik weet niet hoe die van Waf is. Volgens mij ook niet heel verkeerd natuurlijk. Ja, die staat in hun huis. Dus je komt gewoon letterlijk bij de voordeur binnen. Er staat daar een dikke bolide. En je komt eraan met je moeders Peugeot 108, weet je wel. Dan kom je daar aankakken. En je loopt naar binnen. En ineens kom je in de ruimteschil van de studio. En dan denk je van ja... Nice. Dromen worden echt werkelijkheid. Ja. Dat is eerst wat anders dan het zolderkamertje. Ja, precies. Ja. Op mijn slaapkamer van 3x3 vierkante meter met een studiootje. Ja. Het enige wat er aan de muur zit, zijn er van die pads en zo. Maar nou, dat is alles, weet je wel. Over dat kleine zolderkamertje gesproken. In 2019 heb jij je allereerste release gehad. En Martien heeft het even opgezocht in de backend van hardstyle.com. Ja, een collab met Riser Against Humanity in 2019. Ja, hey, dat is 4 jaar geleden pas, hè? 4 jaar geleden was jouw eerste release. Dat is echt kort, man. Dat is redelijk kort nog in veel mensen hun ogen. Ja, dat klopt. Voor mij maar, jij zei net al van ik ben opgegroeid met muziek. Ja, mijn vader ging natuurlijk altijd naar mijn vader die ging vroeger al naar hardcore feesten. En die is toen een paar van de eerste Thunderdomes en zo geweest. Dus voor mij is die opvoeding er al ingekomen heel vroeg. En mijn vader was ook een internet-dj en die ging altijd dj'en. En die ging mixen maken op zijn computer en ik zat er altijd naast. En ook aan mijn vaders familiekant, aan de achterkant, daar zit ook de broers van mijn oma. Die wonen nu in Zweden, die zijn daar zangers. En eentje woont in Wyoming, in Amerika, is ook een zanger. Dus het is Brandy, die is redelijk muzikaal opgevoed. Hoe lang produceer je al? 12,5 jaar. Dus nu de helft van mijn leven inmiddels. kom je thuis, ga je even studio aanzetten en je gaat maar wat aankloten. En
Ja, ik denk dat het dus... Ja, het is nu 12,5 jaar geleden. Dus ik heb er dan 8 jaar over gedaan om die eerste release te hebben. Dus zoals ik al zeg, voor mij voelt het natuurlijk al wat langer dan voor de rest van de mensen die 4 jaar... Maar jij liet net al even weten van het is niet altijd adjust geweest. Nee. Ik heb een hoop namen gehad voordat ik uiteindelijk op adjust aankwam. Kan je er een paar opnoemen? Oeh. We zijn wel heel benieuwd naar namelijk. Wil ik dat? eentje heet DJ Bierbuik. Nou ja, dat slaat natuurlijk al helemaal nergens op. Ik heb ook eentje die heet M. Rich. Daar maakte ik echt alle soorten muziek op. Dus niet alleen hardstyle, maar ook ja, trap. Toen de tijd was house van die EDM. Sorry, was natuurlijk nog de shit. Trap. Ga zo maar door. Ik heb ook Crazy Clowns gehad. Had ik ooit meegedaan aan een... Aan wel met een Z dan, denk ik. Met een Z. Met een Z. Ja. Met, en daar had ik meegedaan aan de frontliner... contest, daar kon je met de vocals van John Harris, kon je, of de plaat heette Awaken of zo, en daar kon je dan een contest, een release mee winnen. En dat deed ik toen 6-7 jaar geleden ook al aan mee. En ja, wat voor naam heb ik nog meer gehad? Ja, ik denk niet dat ik deze moet gaan zeggen, maar goed. Dance Trance DJ staat ook nog op YouTube. Dat is mijn allereerste plaatje die ik ooit heb gemaakt. In februari 2011. Ja, zo, dat weet je nog als de dag van gisteren. Ik heb het nog best vaak teruggeluisterd. Ja, het is toch best leuk om te zien hoe het vroeger ging qua muziek maken en hoe het natuurlijk nu klinkt. Dat zal een wereld van verschil zijn. Ja. Ja. We gaan van de week wel eens even jouw discografie door. Ja. Er staan een paar linkjes onder in de beschrijving. Kun je het voorstellen, dan maakt hij zijn debuut na al die 12,5 jaar produceren op de Blue van Defcon 1. En dan give it up for DJ. Trance Dance. Beer Belly. Daarover gesproken, weet je, ook dat weer, weet je. Je hoort al zo lang in je leven hoor die stem van Defcon. En dan krijg je de stem binnen van tevoren van oké, dit is je intro. En dan hoor je die stem jouw naam zeggen, maat. Echt. Kippenvel, denk ik, of niet? Nou ja, meer dan dat hoor. Ja. Ik hoorde jou net zeggen dat Delete best wel veel voor jou heeft betekend. Kun je dat uitleggen? Wat heeft hij voor jouw carrière gedaan? Het is vooral gewoon zijn muziek, hè. Er is voor mijn doen niks wat beter hardstyle omschrijft voor mij dan Delete, denk ik. Ik denk dat dat voor mij wel de waarheid is, zeg maar. En ik haal daar gewoon veel inspiratie uit. En ik heb natuurlijk, ik luister nu wat minder hardstyle, omdat ik vind dat ik moet wat unieker blijven. Dus ik kan beter niet gaan luisteren wat andere mensen maken. Maar goed, ik heb tot en met een tijdje geleden heb ik eigenlijk religieus vooral hem geluisterd. En een paar dingen wat erop lijkt, zeg maar. Ja, voor mijn carrière is dat dus wel een beetje het ding geweest. Ik maak nu iets wat dan wel als adjust klinkt. Maar goed, het heeft natuurlijk vooral daar zijn vrucht uitgepakt, zeg maar. Ja, want Delete heeft best wel voor zijn overlijden... heeft hij best wel wat deuren geopend wat betreft gewoon echt de gated sound. En ja, hij heeft het levend gehouden, hè. Het was natuurlijk rond de 2012 tot en met 18 of 15, 16 was het ongehoord nog... om gated kicks te gebruiken. Het was echt alleen de noise controllers in control kick, zeg maar... En ja, hij is natuurlijk met toen de tijd nog Spoontek en Terracords, heeft hij het natuurlijk levend gehouden. En is hij uiteindelijk, denk ik, rond 2017 met Take It Back, volgens mij, is hij uiteindelijk een beetje weer doorgekomen. Toen werd hij een mainstream artiest. Klopt, en toen, niet vergeten, de Payback. Zeker, ja, ook die natuurlijk. Die ging zo viraal natuurlijk overal. Het heeft er ook vooral te maken omdat hij gewoon die underground sound had, zeg maar. Het was heel anders dan anderen. Het was experimenteel. En dat vonden mensen gewoon echt geweldig, weet je wel. Daarom heeft hij zo'n hele fanbase en heeft een hele impact ook op de scene gehad, zeg maar. Niet alleen voor de Gated Kicks, maar gewoon voor de hele scene, zeg maar. Ja. Hij was zo onderscheidend van de rest. Ja, dat snap ik dat je daar even inspiratie uit kan halen. Hij had ook heel veel weg van de early, natuurlijk. Ja. Want dat is iets waar hij natuurlijk het meest van hield, als ik me goed kan herinneren. En daar luisterde ik vroeger natuurlijk ook al naar. Dat was voor mij ook al op een gegeven moment wat de hardcore werd bij mijn vader, hardstyle. Dus bijvoorbeeld High Voltage, Bums Away, weet je wel. Dat heeft ook allemaal die wat experimentelere sounds en zo. En ja, dat is ook in mijn hersenen blijven zitten. En dat doe ik nu dus ook wel heel veel. Dat probeer ik vooral met Next Gen. Omdat ik met Next Gen wat luider en wat harder wil dan dat ik ga met Adjust. Dus ja, daar heb ik... Ik heb heel veel inspiratie uit iemand weten kunnen te halen. Kan het nog harder, ja? Ik hoop van wel. Ik vind het wel aardig hard, hoor. Want ik, je probeert altijd de grenzen op te zoeken. Ja, het is natuurlijk met hardstyle is het altijd al zo geweest dat je moet de grenzen opzoeken. Je moet kijken wat wel en niet haalbaar is. En ik probeer dat ook met mijn Next Gen. Ja, ik vind het mooi om te zien dat, zeg maar, je bent Delete nooit vergeten. Nee. Ik denk dat heel veel fans dat vooral hebben.
Maar jij bent wel echt een artiest die zich daarvoor uitspreekt van ja, de lied was wel gewoon echt een grote inspiratie. Ik denk ook dat mensen daar heel veel eerder moeten zijn. Ik bedoel, iedereen had ergens een inspiratie uit. Ja, bij mij was het hij. Ja. Ja, zeker. Nou, wat dat betreft, zijn muziek zal nooit vergeten worden. En als je kijkt ook wat jij doet met de Next Gen, heeft wellicht ook wel iets weg van Delete VIP. Dus meer zeg maar echt gewoon de andere kant van je muziek laten zien. Dus niet de oude studioprojectjes weggooien, maar gewoon nog steeds gebruiken, verbeteren en daarmee gaan optreden. Die perfectionisme, dat bijvoorbeeld heb je een plaat al af, dan ga je die nog een keer editen, omdat je toch weer wat anders hoort. Dus ook dat zit er natuurlijk in. Ik wil niet zozeer zeggen dat het inderdaad heel veel op Delete VIP lijkt, want het is natuurlijk wel gewoon nog mijn eigen ding. Maar ik begrijp zeker de correlatie met elkaar natuurlijk. Bij hem was het variation in production en wat doe ik met Next Gen? In principe een beetje hetzelfde. Het is natuurlijk ook bij mij, maak een edit van een plaat die ik al heb. Maar ook inderdaad de oude projecten waar ik 12 jaar geleden wat mee deed. Ineens hoor ik daar weer wat in en maak ik dat en probeer ik dat in mijn set te verwerken. Dus het gaat het wel van hot naar her, maar het heeft wel ergens natuurlijk wat weg van. Ja, zeker. Ja, ik vind het mooi om te zien dat die deuren die Delete heeft geopend, dat jij zeg maar in zijn voetsporen, al is dat enigszins natuurlijk niet mogelijk. Nee, ik had natuurlijk ook liever naast hem gestaan dan op zijn plek. Ik vind ook niet dat ik op zijn plek sta en dat gaat ook niemand doen natuurlijk. Niemand lukken en dat moet ook niet. Ze hebben wel eens gezegd hè, dat ik de nieuwe Delete ben, zeg maar. Nou probeer ik dat zelf natuurlijk niet te zijn, omdat ik wil niet zijn spotlight nog smal pakken, maar ik begrijp het ergens wel dat ze dat natuurlijk zeggen. Ik bedoel, je kan wel ergens horen dat die inspiratie daar natuurlijk vandaan komt. Ja, ja, nou laten we het zo zeggen. In het voetbal houden ze bijvoorbeeld het nummer 14, het rugnummer houden ze vrij voor Johan Cruijff. Ja. Nou, als er een nummer zou zijn voor Delete, dan zouden die ook vrij houden om hem te blijven eren. Absoluut. Goed gezegd, Wouter. Dat zijn wijze woorden, jongen. Ja, jarenlange journalistiek. Hey. Ja, dat zal het zijn. Door de jaren heen, ja, jouw hype is echt ongekend hard gegaan. Als ik weer dat ene interview erbij pak, daarin heb je gezegd, zelf stond ik altijd redelijk frontrood te klaplongen. Alleen is het iets wat het minder vaak voor gaat komen, omdat de meeste mensen beginnen me nou te herkennen. Heb je afgelopen seizoen nog een beetje geklaplongd? Ik heb bijvoorbeeld op Decibel ook nog bij Omnia gestaan, bijvoorbeeld, mijn labelgenootje. Ja, ik was daar uiteindelijk maar een kwartier. En ik denk dat ik hooguit een minuut heb kunnen klaplongen. Maar ik ben het, zoals ik inderdaad heb gezegd, is eigenlijk ook wel meer erger geworden. In die zin dat het gaat steeds minder makkelijk ook. Neem ik dat natuurlijk voor lief. Ik bedoel, ik heb besloten natuurlijk een DJ te worden. En dat komt erbij, weet je wel. Hoe je bent of keer, als je bekender wordt, dan ga je dit krijgen. En dus ik heb het wel geaccepteerd. Maar ja, goed, er gaat wel een hobby weg. Weet je wel, ik ging natuurlijk jarenlang dus zelf naar festivals. Daar keek ik elke weekend naar uit. En nog steeds, absoluut, natuurlijk kijk ik daar nog steeds naar uit. Alleen, ik moet nu aan de andere kant van de hekken staan, zeg maar. Weet je wel? Ik neem het ook voor lief. Ik bedoel, ik ben hartstikke blij met wat ik allemaal bereik en wat mensen van mij vinden. En ik vind het alleen maar leuk als ze met mij op de foto willen. En ik ben ook de moeilijkste daar zeker niet in. Alleen ja, goed, soms wil je wel een keertje even losgaan en dan kan dat niet. Dat doe je ons steeds dan, toch? Ik doe dat al lekker nog steeds. Ja. En die Bjorndans, die heb ik ook een paar keer gezien. Ja, nou, ik ken het dus van een paar jaar geleden. Hadden ze op HH Hardstyle op Facebook hadden ze een post over de bruine snor. De darkroom, de bruine snor. Wat? Ja, en daar zag je dus die mensen zo dansen. Ja, ja, serieus? Dus ik deed het eigenlijk, ik denk 3 jaar geleden ook al, weet je wel. Ik deed het al voordat ik überhaupt van Bjorn wist. Ja, goed, hij heeft het natuurlijk groot gemaakt door het gewoon echt te doen en overal TikTok te zetten, volgens mij. Hij had zelf ook research gedaan, toch? Dat het vanuit vroeger uit, vanuit de hardcore al zo was, zeg maar. Dat het al mensen dat al deden. Mm-hmm. Ja. Dat zou me niks verbazen. Ik heb het nog nooit gezien, maar... Ik weet ook dat klaplongen lijkt ook zo'n nieuw iets. Maar als ik filmpjes kijk van Decibel 2004 of 2006 of zo, dan doen ze het alleen maar. Ik heb filmpjes van 2009 volgens mij, of 2010 gezien, dat ze daar ook inderdaad... een heel oud random filmpje, weet je wel, dat ze daar allemaal staan te klaplongen. Ja, dat is ook altijd al een ding geweest natuurlijk. Ja, toen had het alleen de naam niet. Ja, wat dacht je dan van die Spoontech-titanen die in Defcon 2015 voor 10 man daar stond te draaien, maar allemaal stonden ze te klaplongen. Dat filmpje is echt intens, toch? Ja, intens ook. Ja, inderdaad, bij die Terrorcourse hosting. Dat was echt legendarisch. Dat is echt een legendarisch filmpje te zien, jongen. Dat was echt nog dat oud losgaan en gewoon... Dat was een snippet, dames en heren. Ja, die heeft geoefend. Shit. Lekker man. Ja, er zit in ieder geval een behoorlijke passie voor jou in als festivalganger. Ja. Dat had de volgende, degene die de plafonddienst heeft ingestuurd, die had het namelijk ook. We gaan weer plafonddienst draaien. En heb jij nou een frustratie of een festivalverhaal dat je met ons wilt delen?
Stuur hem dan naar Applefondienst, de podcast via Instagram. Stuur die voice message in. En dat had deze dame eigenlijk ook gedaan. Dan ben ik benieuwd wat jullie eigenlijk hiervan vinden, heren. Yo, mannen. Ik heb wel een festival frustratie voor de plafonddienst. En ik moet stiekem bekennen, ik was er vroeger zelf ook schuldig aan. Misschien herkennen jullie het wel. Die mensen die hun festibandjes weken, maanden of zelfs jaren omhouden. En dan misschien wel het ergste, niet eentje, maar hele armen vol. Ugh. En dan te bedenken hoe vies dat eigenlijk wel niet is. Maar hé, natuurlijk wel stoer om te laten zien op welke feestjes je allemaal uit je stekker bent gegaan. Nou mannen, dit was mijn festival frustratie. Succes met jullie toffe podcast. Doei! Nou, ik hoorde volgens mij de bellen van de tram eraan komen. Dus kijk maar dat je niet wordt schep, meid. Toch bedankt voor je plafonddienstje. Ja, festivalbandjes verzamelen. Wat vinden we ervan? Nou, het verzamelen vind ik niet zo'n probleem. Maar als ze die allemaal omhouden om een arm, ja... Dat is toch fucking smerig eigenlijk als je erover nadenkt. Ja, ik was zelf dus een onderdeel van het probleem hoor. Ik had toen de tijd in 2017 bijvoorbeeld, had ik bijvoorbeeld al, ik denk 6 bandjes om me. Maar goed, elke keer als ik onder de douche ging ze wel wassen, weet je wel. Maar goed, ja, ik realiseerde me ook later dat het een beetje smerig is. Ja. Dat het toch, je moet hem eigenlijk ook niet langer omhouden dan het feestje. Nou, dan ben ik toch echt benieuwd. Ik was dus, dat was volgens mij net in die coronatijd, toen was personeel in de horeca was schaars. Maar toen stond er dus op het terras in Eindhoven stond er dus ook een ober. En die had zijn hele arm vol. Gewoon tot aan zijn oksel? Of? Ja, nou, tot aan hier, zeg maar. Met festivalbandjes. What the fuck? Als ober. Ik vond het bijzonder. Mag dat? Ja, ze kwamen mensen te kort. Volgens mij kon iedereen die solliciteerde kon gelijk beginnen. Ja, precies. Maar ik vond het toch best wel bijzonder om te zien. Want ik vind het totaal niet echt representatief. Nee, ik weet ook dat tattoos is natuurlijk nog steeds overal een beetje een taboe, zeg maar. Maar waarom nou, dat vind ik erger. Ja, dat is gewoon onhygiënisch. Precies, het is natuurlijk als ober moet je wel heel schoon zijn, denk ik. Maar als hij dan niet meer mag, komt daar dan spreekwoord vandaan aan banden leggen? Hoe bedoel je? Aan banden leggen. Sorry. Het is al een tijdje bekend, maar ja, we moeten het er toch even over hebben. De grote aankondiging van Headhunters. De man die ontzettend veel heeft betekend voor de hardstyle scene, die stopt namelijk met optreden en richt zich op het produceren van muziek. Jongens, wat vinden jullie van deze beslissing van Headhunters? Ik denk dat ik de laatste ben die daar geen problemen mee heeft. Want ik denk meer Headhunters muziek. Ik denk dat het alleen maar... Voor mij is het alleen maar fijn dat ik nog meer Headhunters muziek kan luisteren, zeg maar. Dat doe ik ook hartstikke graag. Dus misschien voor zijn gezondheid of iets beter om te stoppen. Goed voor ons dat hij meer muziek gaat maken, toch? We kunnen hem dan misschien niet meer live zien. Maar goed, er zijn genoeg andere artiesten die zijn muziek ook kunnen draaien. Dus ja, ik vind het een goede, respectvolle keuze van hem. Zeker. Zeker, want kun je even de vinger op leggen? Waarom is het zo vet dat er nog meer Headhunters muziek komt? Nou ja, ik denk dat je het zelf ook wel weet. Het is gewoon hartstikke goede muziek, toch? Het zit allemaal goed in elkaar. Overal is over nagedacht. Het is gewoon een super hoge kwaliteit producties met echt een verhaal. Ja, daar hou ik van. Ik hou van platen waar ook een verhaal in zit. Ook wel. Merk je dat misschien soms niet? Die nieuwe ook echt wel vet, hoor. Die op Mysteryland, volgens mij, met de eindshow werd gedraaid. The Live Forever. Ja, dat is echt een hele chique plaat. Productietechnisch ook een plaat, jongens. Echt ongelooflijk. Ik hoorde hem toen op die Defcon livestream, hoorde ik hem voor het eerst. Ja, ik stond toen achter hem in de Blue, toen op de Gathering, toen draaide hij hem ook. Toen stond ik daarachter te fanboyen van holy moly, wat een kwaliteit. Ja, heel dik. Ja, zoiets mag hij wel vaker maken, man. Ja, het is ook lekker hard ook. Maar controversieel ook, zeg maar, ten opzichte van de standaard hardstyleplaat, zeg maar, weet je wel? Ja, het is natuurlijk heel anders. Ook hij moet af en toe een keertje variëren. En als dat zijn manier van variëren is. Ja, nou, kom maar door. Kom maar door, inderdaad. Mij wel bellen. Mij ook wel bellen. Ja. Ja, want hij was wel iemand geweest die door de jaren heen echt mee is bewogen, ook met de scene. En daarin ook heeft in gepioneerd, natuurlijk. Ja. Dus als je dan bijvoorbeeld een uitverkocht Autotron hebt, dat het helemaal draait om Headhunters. Ja, dat kunnen we dan nu helaas niet meer hebben. Maar laat ik wel voorop stellen, gezondheid gaat voorop natuurlijk. Kijk, het is niet zomaar dat deze beslissing uit de lucht komt vallen. Maar ja, het maakt het natuurlijk wel even goed jammer. Zeker, absoluut. Ja, tuurlijk. Ik had geluk dat ik op Into the Madness nog een setje van kon beleven. Het was wel tijdens de Purge, dus ik moest de keuze maken. Heb je gekozen? Ja, ik heb Headhunters gekozen. Ja, ik kan maanden wel. Kan ik elke week zo wat zien, joh. Die draait altijd overal op dezelfde boeking als waar ik draai. Dus ik kom bij hem thuis, ik kan daar ook zijn muziek wel horen. Dus ik besloot dit keer om naar Headhunters te gaan, voor het geval dat niet meer kan. Ja, snap ik. Nou ja, er zijn nog een aantal optredens op de planning. Hij draait onder andere op EMF tijdens het Amsterdam Dance Event. Nou heeft hij bijvoorbeeld ook samen met Fertile op Mysteryland gedraaid. En daar kwam eigenlijk een bijzondere afscheidsedit wel voorbij.
Hoeren, neuken en nooit meer werken. Is dat dan het motto van zijn pensioen? Of, wat? Ik hoor nu pas dat het hoeren, neuken nooit meer werken is. Dus jij het zegt. Ja. Nou, laten we dan nog een keertje erbij pakken. Misschien hoor je hem nu al. Wow, ja, wat fuck. Dit is echt zo'n mama appelsap. Ja, was het, nee, maar was het niet de eerste draft van het... Precies, daar wilde ik eigenlijk goed naartoe bouwen. Hattons postte dit namelijk vlak na zijn optreden op Mysteryland. En dit was blijkbaar de eerste draft voor hun gezamenlijke track. En ja, hoe vet is dat dat, zeg maar, dat nu zeg maar zo van pas komt? Ja. De hoeven neuken nooit meer werken edit releasen. Dat is wel eens een goed idee eigenlijk. Nou, hier, hoor maar verder. Zeg maar, dit was gewoon de originele draft. Dus ja, dat is toch wel lachen, toch? Ik ga er niet vanuit dat die vocalen erin, dat de eerste draft zou moeten zijn. Ik denk dat er wel iets van een grapje van is gemaakt uiteindelijk. Maar dat, ja, ik vind het wel leuk om te horen zo, in plaats van de originele Before Our Wake. Ja, het is wel mooi om te zien hoe hun vriendschap dan op het podium te zien is. En dat in een hele korte tijd is, eigenlijk is gemaakt. Ja, ik heb hier nog wel een sampletje. Hattons zegt hier, ik zou hier ook wel zaagkiks willen maken. Ja. over het innoveren gesproken. Ja, dat gaat echt alle kanten op. Dan ga ik er nog een allerlaatste dingetje erin fietsen. Dan kap ik ermee. Ik beloof het, ik zal van die knoppen afblijven. Wellicht is hier namelijk een nieuw pad voor Hattons uitgestippeld als de tour MC van Vertaal. Ja, dit was een Pick to the Madness, toch? Ja. Hij kan het wel beter bij produceren later in dit geval. Ja, dan zou hij nog steeds overal moeten toeren. Nou, in ieder geval, als ik zo voor mezelf spreek, ja, Hattons, fucking icoon. Ja. Ja, als er nog meer Hattons muziek aankomt, dan denk ik dat wij dit gewoon alleen maar moeten omarmen, toch? 100%. 100%, maat. Marijn, kun je mij even vertellen, wat rijmt er op error? De tablet of? Kut. Yo. Nee, kut. De tablet of terror. Ja, is dat klopt. Ik schrik er een beetje van. Ik schrok, ja. Ik sta luid, ouwe. Ik heb hem gelijk even naar de beneden geschroefd. Maar ja, de tablet of terror staat weer een scherpe stelling op het menu. En deze luidt vandaag, de meeste festivals vinden plaats in het zuiden van het land. We hebben hier Michael op de bank, die komt natuurlijk uit Hoog Noorden. Ja. Maar onder de rivieren, is het daar beter of niet? Qua eens? Festivals? Eens. Of ja, oneens? Eens. Qua festivals zeker eens. Ja. Op al het andere gebied ook. Kijk jij wat je zegt, hè? Ja, ik ben een volle Brabander, dus voor mij... Maar Brabant is wel echt het festival Walhalla van Nederland, toch? Zo. Ja, het feest Walhalla, denk ik. Ik heb natuurlijk ook carnaval, die heb ik ook niet in Groningen. Je hebt wel wat dorpen die eraan meedoen, maar het leeft totaal niet bij ons. Dus ik moet zeggen, als het over feesten gaat, dan is het zuiden zeker beter dan het noorden, maar... hou je van wat kleinere, wat leukere dorpsfeestjes, dan ga je maar lekker naar Groningen, hoor. Ja? Ja, absoluut. Absoluut. Ja, het sfeer daar is altijd ongekend. Nooit ruzie, ook altijd. Het is altijd dansen, zuipen, feesten. Ja, ik ben ooit met vriendenweekend naar Groningen geweest. Dat is tot 7 uur open toch al? Er is zelfs nu een club, dat zit naast de Drie Zusters toevallig. Dat is de grote café van Nederland. Daar zit een club, die gaat pas dicht als de laatste mensen weggaan. Dus als je tot 3 uur 's middags daar nog zit, dan gaan ze niet dicht. What? Dus ik zou zeggen, ga daar een keer heen. Nou, Rinus. Ja. Kunnen we daar niet een plafonddienst podcast opnemen? Holy fuck, man. Dan ga je naar Groningen toe niet eens om een hotel te boeken. Je blijft daar gewoon in de club. De hele dag feesten, ja. Hoe lijkt het dat? Ja, merk jij, zeg maar, je bent verhuisd vanuit Groningen naar het midden van het land. Ja. Merk jij, zeg maar, verschil tussen sowieso het noorden en het zuiden? Ja, je hebt natuurlijk wel een beetje een cultuurshock. In het noorden is alles hoe noem je dat? We zijn wat makkelijker of zo. Het is in het zuiden is het allemaal nog wat strakker. Het moet allemaal wat beter en perfecter. In Groningen is iedereen super makkelijk. Maar ook bijvoorbeeld het praten met de dingen wat ik zeg. Bijvoorbeeld, ik noemde iemand laatst een butje. Jullie weten vast niet wat het is. Een sukkeltje. Dat betekent een sukkeltje. Ja, er zat laatst een neefje op mijn kamer. Hoor. Denk je wat dat is? Een neefje op mijn kamer. Neefje? Een neefje. Ja, iets anders dan een nichtje. Ja, een mug. Een muggetje, ja. Een is dat mosquito. Een neefje? Dat heet een neefje in Groningen, ja. Nou, dat soort dingen, dat zeg ik dan tegen mensen... vol in de veronderstelling dat ze dat kennen. En dat geen idee wat het betekent voor de meeste mensen natuurlijk, nee.
En als je hem wat beter kent, dan heet het de Niffo? Of? als je hem in je kamer laat zweven, dan heet hij uiteraard uiteindelijk je Niffo. Ja. Maar ja, zeg maar, de Brabantse gezelligheid, dat is vaak een term die wordt gebruikt om een festival als een Intense of een Wish Outdoor te beschrijven. Merk je dat? Ja. Ja, dat is de, ik denk dat als je een Intense in Groningen zou neerzetten, zou het een heel ander feest worden. Zeker. Dat, het zou dan meer gaan om wat anders dan die gezelligheid wat het nu is. Het is een beetje moeilijk te omschrijven wat het dan precies is, maar je voelt het, weet je wel. Je voelt dat de atmosfeer in de lucht in Brabant toch... Qua beter feesten, is. Nou ja, ik moet zeggen beter, maar het is zeker anders dan in Groningen, ja. Het is moeilijk uit te leggen hoe dat precies in zijn. Je voelt het gewoon, weet je, als je er staat. Ja. Nou, true. Zijn er bijvoorbeeld dingen die jullie merken in het noorden van het land of boven de rivieren? Van, nou, dat is toch wel even anders dan dat wij dat hier in Brabant doen, jongen, kut. Ja, eerlijk gezegd kom ik niet zo vaak in het noorden van het land. Ja, ik heb er niet zoveel te zoeken, eerlijk gezegd. Maar nee, ja, het is de... inderdaad, die Brabantse gezelligheid. De Bourgondische. Het Bourgondische, inderdaad, ja. Het is bij ons allemaal een stuk Bourgondischer. Veel gezelliger ook, dus ja. Ik pleit ervoor dat wel de festivals sowieso in het zuiden van Nederland blijven. Dat moet sowieso gebeuren. En verder vind ik het allemaal helemaal prima, jongen. Ja, ik hoop ik noem het altijd, ik vind het helemaal zalig. Helemaal zalig. Om het even lekker Brabants te houden. Ja, ik hoopte wel dus wanneer dat Defcon naar Bixbergen. Ja, dat is dan wel het enige uitstapje waar ik dan naartoe ga. Dan. Ja. Waar hoopt hij op, Michael? Ja, ik hoopte op dat toch wat meer feesten naar het noorden kwamen, weet je wel. Ik moest altijd 3 uur reizen. Maar als ik iemand in Brabant hoor, ja, ik moet 3 uur naar een feest reizen, wat ver. En ik van, wat verwend nest ben je eigenlijk? Ja, maar goed, dat doe je zelf, hè? Nee, dan moet je bij mijn ouders wezen. Die hebben mij gemaakt in Groningen, niet in Eindhoven. Even snel tussendoor. Zoals je misschien wel weet, kost het maken van een podcast heel erg veel tijd. We vinden de respons tot nu toe echt geweldig. En dat willen we natuurlijk ook zo blijven houden. Dus, vind je dit nou een leuke aflevering? Deel hem dan bijvoorbeeld op je Instagram stories of met je vrienden, met je familie. En help ons te groeien op Spotify door bijvoorbeeld even die 5 sterretjes te geven. We zijn sowieso benieuwd naar wat je van deze aflevering vindt. Alsof het jaar nog niet dik genoeg was voor Adjust, komen er nog heel veel mooie dingen aan dit najaar. We hebben net even een klein tipje van de sluier ervan opgelicht. Maar ja, Supremacy staat voor de deur. Wat betekent zo'n boeking op Supremacy voor jou? Want dat is voor velen toch wel het RAW event van het jaar. Ja, voor mij ook. Het was voor mij ook altijd de Valhalla van de RAW. En ongekend dat ik er dan mag staan natuurlijk. Toen ik die boeking ook binnenkreeg, ik schrok me dood. Ik geloofde het niet. Ik zei tegen mijn manager, je maakt een grap. Hij zegt, nee, kijk maar in je boekingsprogramma en dan zie je het. En ik zag het staan en ik denk, ik geloof het nog steeds niet. Maar het is echt zo. Ja, toen de line-up online kwam, toen geloofde ik pas echt. Ja, voor mij, ik stond ook daar. Stond ook altijd front row links voor. Stond ook altijd de klaploemen natuurlijk. Ja. Ja, en nu mag ik dat ook weer aan de andere kant van de dranghekken doen. Ja, ja, ik kan het niet uit, maar het is gewoon een ongekend gevoel. Echt, dat is insane. Gewoon dat het mag, ja. Als het nu toch zo voor de deur is, het is niet lang meer tot Supremacy gaat plaatsvinden. Wat heb jij, zeg maar, voor de bezoekers gepland? Ja, nou ja, als je mijn Next Gen 6 hebt gezien, dan heb je natuurlijk allemaal edits gehoord. Ik heb er nog meer. Ik heb zeker nog meer. Ik heb ook 3 nieuwe tracks die ik ga premieren. Uiteindelijk toch ook veel nieuwe muziek. Maar mijn doel is om de grenzen op te zoeken van wat Hardstyle te bieden heeft qua rol. En dat ga ik op Supremacy ook doen. Zo, nou, dat klinkt in ieder geval wel veelbelovend. Ja, zeker weten. Ik heb er heel veel tijd in gestoken, want ik ben nou nog steeds bezig. ik ben er ook al 2 maanden geleden mee begonnen. Ik wil iets neerzetten wat gewoon een half uur lang keihard ram is. Ja. Oké, hold up. Want voor die 30 minuten op Supremacy, hoe lang ben je daarmee bezig? Ik ben er op dit moment al 1,5-2 maanden mee bezig, ja. Dus uiteindelijk werk je gewoon 2,5 maanden zoiets aan een heel project? Ja, dus ik kan pas rusten als het voorbij is, zeg maar. Ik denk ook dat als ik daarvoor sta... Ik neem 6-7 USB's mee. We gaan zien... dat is toch het begin waar je het meest bang om maakt... Of de USB's werken of niet. Maar echt het... heel veel stress tot en met dat het is afgelopen, denk ik. Ja, 2,5 maand aan bloed, zweet, tranen en eierballen. En dan vooral heel veel eierballen. Ja, heel veel eierballen. Ja, want de show moet helemaal natuurlijk op tijdcodes in elkaar gezet worden. Ja, ik vind het vooral belangrijk dat je iets neerzet wat gewoon hoge kwaliteit is. En je kan dat niet in een week doen. Nee, zeker niet. Dat moet echt veel meer werk aan te pas komen. En je moet met meerdere instanties ook samenwerken. Je hebt natuurlijk de mensen van de visuals, je hebt de mensen van de licht. En die moeten ook weten wat je van plan bent. En daar moet je een hele plan voor schrijven. Je moet natuurlijk de tracks hebben die hoge kwaliteit moeten zijn. En
ja, het moet gewoon allemaal tip-top in orde zijn voor zo'n groot feest als de Premier League. Je kan het niet laks aanpakken. En dan begin ik er liefst zo vroeg mogelijk mee. Ik denk dat er heel veel mensen nou niet kunnen wachten tot jouw set op Supremacy. Ik ook niet. Maar er waren nog meer mensen die echt niet konden wachten op een ander evenement waar je staat. En dat heeft ook te maken met je volgende live act. Samen met The Purge, Dreamscape. Nou, binnen no time was dit evenement uitverkocht in samenwerking met Rebird. In de 013. Dat was echt niet normaal, hè? 59 minuten precies. Ja, ja, kun je nagaan. Ja. Binnen het uur, hoe lijp. Binnen het uur, ja. 3500 tickets als goed is. Binnen een uur, ja, ook dat. Ik geloofde het niet. Ik kreeg na 16 minuten was het, kregen we een berichtje van Peter van Rebirth. Die zei, jongens, het gaat hartstikke goed. Dus wij vragen een update, weet je. Van ja, vertel eens dan hoeveel. Helemaal stil. Het was helemaal stil. Ja, hij liet niks meer van zich horen. En toen na 59 minuten kreeg een appje. Jongens, het is uitverkocht. En ik zat daar, we zaten toevallig. Het was op de Dreamscape donderdag ook. Ik zat met Manuel was ook in de studio om een collab af te maken. En we zagen dat, we besloten gelijk, oké, we gaan nu uit eten. We gaan het gelijk vieren. We gingen gelijk naar opa nu of zo. Ik wilde zeggen, mag ik raden, wat hebben jullie gegeten? Pizza? Pizza, ja, uiteraard. We gingen naar opa nu of zo in Utrecht. Aanraden jongens, echt subliem. Goeie pizza. Mooie reclame dit. Echte Napolitaanse pizza's, ja. Dus, wil toch even reclame maken. Ja. Hey, je noemde het net al, Dreamscape donderdag. Jullie zitten iedere donderdag, zit jij dus samen met The Purge in de studio om te werken aan jullie live act. Ja. Wat kunnen we van deze live act verwachten? En als je dan iedere donderdag daaraan zit, hoeveel nieuwe muziek komt er dan wel niet aan? Een hoop. Ja, we moeten natuurlijk niet een half uurtje Dreamscape wat we gaan draaien natuurlijk volgooien met alleen maar nieuwe muziek. Dus we hebben het wel wat gevarieerd. Er komen ook edits aan. Er komen collabs aan met andere artiesten. Maar ook remixen voor elkaar. Maar ons doel met Dreamscape is vooral de vibe. We hadden gemerkt ook op Defcon dat bij ons de sfeer gewoon echt heel erg goed was. Omdat we natuurlijk ook... We moesten wat mainstreamerigen. Dus je draait ook platen die mensen kunnen meeschreeuwen. En we merkten gewoon dat ook daar hadden wij echt heel veel plezier uit. En we hadden echt de grootste lol met elkaar op het podium. En wij vonden dat we daarin echt iets moesten doorzetten. En we hadden het idee al, maar we draaiden wel vaker samen. Maar we vonden dat we dan nu een keer wat op een andere manier moesten aanpakken. Dus het idee stond al wel, maar we merkten daar gewoon, oké, dit is wat we gaan doen. Waar is dan die naam Dreamscape vandaan gekomen? Dat heeft ons een tijdje geduurd. Ja, nou, zoals ik al zei, het idee was dus vibe. Was dus, weet je, wat doe je ook op je zolderkamertje met je vrienden als je... Zit te gamen en dan zit je een beetje aan te viben. En we dachten, ja, RuneScape, Dreamscape, Dream, omdat je, weet je, op Cloud 9 wil zitten. Je wil die sfeer leuk houden en al dat soort dingen. En uiteindelijk besloten we Dreamscape te noemen. Ja, okay, nice. Ja. Pakken de naam wel op. Ja, zeker. Ja, wat vonden wij? Maar is het ook qua sound anders dan de mensen dan van jullie gewend zijn? Of? Het is vooral voor mij wat meer lichter muziek. Het is wat minder zware hardstyle. Het is ook voor Manuel, hij gaat wat meer melodische kant nu op. Ook omdat dat voor hem, hij kan natuurlijk wel ook elke keer hetzelfde blijven doen. Maar bij hem zijn de melodieën nog niet echt aanwezig. En dat wilde hij er ook in verwerken. Dus het is vooral, het is echt de vibe. De afgelopen tijd is er ook al de collab met Soundrush. Is nu veel gedraaid. Adrenaline Overload. En ja, je merkt gewoon dat die combinatie van de melodieën van ons nu samen met onze sounds die we al hebben, dat het gewoon een best wel werkende match is. En wij proberen dat dus echt door te zetten. Hoe is jouw band eigenlijk met The Purge? Kijk, we zien jullie vaak samen op het podium staan. Ja. Nu ook een gezamenlijke live act. Binnen no time uitverkochte event in 013. Ja, buiten dat eten jullie vaak samen pizza. Ja. Doen jullie ook padellen? Ja, hoe is jouw band met Manuel? Ja, heel goed. Het, ook dat weer. Het was natuurlijk toen in de vroege tijd, toen nog bij Spoontex, dat was het iemand waar ik naar opkeek. En ineens zit je bij zijn label, ga je hem leren kennen. En dan merk je dat het buiten zijn muziek om ook een legendarische gast is. En ja, ik zie hem echt als een hele goede vriend van mij nu, waar ik ook alles tegen kan vertellen. En hij tegen mij. En dat is ook iets waar je nooit van uitging of zo. Dat soort dingen kunnen als je... Net in het begin met artiest worden, maar echt, het is echt heel leuk met hem. En maakt niet uit waar we heen gaan, het is altijd gezellig. Iedereen is altijd aan het lachen. Dus, daar heeft Savage Squad als label zijn ook wel een stukje bij geholpen natuurlijk. Dat is, die zijn ook echt groot geworden in korte tijd ook. We hebben het natuurlijk een beetje, ik wil niet zeggen dat we samen de headlines van het label zijn, maar we zijn natuurlijk wel allebei degene met de meeste streams per maand bijvoorbeeld en de meeste boekingen en
Ook al tipt Omnia ook al wel redelijk trouwens met de boekingen aan. Dus dat, maar we houden van Savage vooral van dat familiegevoel. Hè? We zijn nu met 6 mensen en we zijn allemaal net zo gek. En als er onze groepsappen uitkomen in de wereld, dan weet ik niet of het label nog bestaat, weet je wel. We zouden echt zo gek zijn met elkaar dat we hebben ook wel eens uitjes met elkaar. En het gaat dan echt weer van 0 naar 100, weet je wel. En je merkt gewoon dat die familiesfeer ook in de groep gewoon echt, echt heel goed is. En maar niet ook wie van het label ik kan opnoemen. Ik kan met z'n allen kunnen we heel goed met elkaar. En dus ook ik met Manuel onder andere, zeker. Nou, dat spat er wel vanaf. Nou, mocht je ooit die WhatsApp-gesprekken willen publiceren, ik zie een hele mooie titel voor me, The Summer Secrets of Savage Squad. The Summer Secrets. Ja. Als je kijkt naar de bepaalde artiesten waar je eventueel nog ooit een keertje mee in de studio zou willen duiken, wie staan er dan bovenaan het lijstje? Headhunters en Fertile. Ja, laat ik hun opnoemen. Dat zijn jongens waar ik natuurlijk ook, de kwaliteit is super hoog in. Ik hoor daar ook wel potentie in qua de sounds die best wel overheen kunnen komen. Ik zie een collab met Fertile zeker wel gebeuren eigenlijk. Dat, ik hoop het. Ja, ja. Lijkt mij in ieder geval een hele vette combinatie van jullie twee. Dus. Ja, daarom ik denk dat het wel een leuke combinatie kan gaan worden. Bij deze? ik heb je nummer, kom goed. Even. Nee, maar ook legendes als TNT bijvoorbeeld, weet je wel. Ook daar wil ik echt nog wel eens een keer wat mee gaan doen. En oh, dik. Dat lijkt me ook heel erg vet, weet je. Omdat dat is natuurlijk super andere muziek dan dat ik zelf doe. Maar ja. Vanaf mijn geboorte luister ik al een beetje naar hun, weet je wel. Dat is ook, dat is voor mij echt wel een goal. En als het gebeurt ook best wel een flex, zeg maar. Ja, vet man. Ja, maak gewoon even een afspraak in de studio en dan daarna lekker naar je favoriete Italiaanse pizza restaurant. Dan gaan we naar Opa Nuozzo met z'n allen. Ja, goed idee. We hebben het net erover gehad. Jouw najaar is echt insane druk. Maar je gaat me niet vertellen dat je alvast wat plannen hebt uitgelegd voor 2024 bijvoorbeeld? Nou ja, we hebben natuurlijk nu Dreamscape met z'n allen, met z'n tweeën die we ook voort willen zetten in 2024. En daar zijn ook al naast Rebirth al het feest met Rebirth, Dreamscape, hebben we daarnaast ook alweer wat boekingen daarvoor binnen. Dus mensen hebben het nog niet gehoord, maar die vertrouwen dus nu al in onze sound. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, als live act bedoel je nu dan? Als dan gaan we samen draaien. Wel gewoon als The Person That Just Presents Dreamscape. Dus ja, dat gaat ook vooral in 2024 gebeuren. Ja. Ja, we zijn na het einde gekomen van de aflevering met Adjust. Marijn, heb je goed meegeschreven om te kijken hoe je jouw act als Flux Overload zomaar op hetzelfde pad kan laten belanden? Of? Ik heb goed geluisterd in ieder geval. Ik zal hem nooit even kunnen evenaren, maar het is... Hoe zegt dat? Nou ja, ik ga mijn best doen. We hopen maar, het, hè? Maar ik ga het zeker... Ik ga mijn best doen, maar ja, ik heb wel echt diep respect voor jouw muziek en hoe jij de trend hebt opgezet, zeg maar. Dus... Laat ik proberen in je voetsporen ik te treden. Ja, nou, dat doen we beter. Martien, als je dit verhaal zo hebt gehoord, ja, heb je dan echt de neiging om alles van de tafel af te vegen en die klaplong even uit te doen? Nee, ja, dat niet, maar ik ga straks wel gelijk even achter mijn computer zitten en ik ga toch even al die naampjes af, joh. ik had die Dance Dance DJ niet moeten zeggen. Dat is echt... Nee, dag. Dance Trends DJ, toch? Nee. Top man, en dan ronden we hem af voor deze week. Ja, Michael, hartstikke bedankt voor je komst. We zijn heel benieuwd naar al hoe jouw grote plannen zich gaan ontvouwen. Same. Dus dank voor je komst. Jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Heb je nou nog een mooi plafonddienstje voor ons? Stuur hem dan op naar @plafonddienst, de podcast, op Instagram. En deel jouw festivalfrustratie of het een goede verhaal met ons. Wie weet draai je wel de volgende keer een plafonddienstje met ons. Bedankt en tot de volgende. Later. Woe! Ze noemen mij vaker de Satisfier. Dus.